Hallo, ik ben Jan-Willem van voorbeeld.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar fouttheorie en meetonzekerheid. Fouttheorie en meetonzekerheid zijn een aantal rekenregels bij en daar gaan we nu specifiek even naar kijken. De uitleg komt in een ander filmpje waarom het zo is. Als eerste, als ik twee getallen bij elkaar ga optellen, en ik weet dat ik, als ik twee getallen bij elkaar ga optellen, waarvan de 1 180 plus of min 5 is, en de ander is 20 plus of min 3, dan krijg ik 200 plus of min 8 centimeter. De regel is bij optellen en aftrekken. Tel je de fout op. Want je kunt er heel makkelijk ver naast zitten. Ik ga vanaf nu even een klein beetje met wat kleurcodering werken, anders wordt het straks helemaal een ramp. Maar stel, ik heb dus nu 20 plus of min 3, plus of min 3 min 8 plus of min 2, dan is dat 12 plus of min 5. Dus maak niet de fout dat je de fouten hier gaat optellen. Of sorry, bij elkaar gaat aftrekken. Namelijk 20 had ook 23 kunnen zijn, 8 had ook 10 kunnen zijn en ja, bij aftrekken dan krijg je net zulke grote verschillen als bij optellen. Tweede rekenregel is vermenigvuldigen delen. Vermenigvuldigen of delen. En dan moeten we ineens niet meer de absolute fout hebben, maar bij vermenigvuldigen en delen is het standigste om altijd met de procentuele fout te werken. De reden waarom zal ik in een ander filmpje een keer uitleggen, maar het komt er eigenlijk op neer dat als je vermenigvuldigt of deelt, dat je dan de procentuele fout gaat optellen. Dus stel ik heb 160 plus min 2% en die doe ik keer 5 plus minus 4%. Dan is mijn eindantwoord 800 plus minus 2 plus 4, dus plus minus 6%. Of als ik heb 50 plus minus 1%. Gedeeld door 4 plus minus 4%, dan is dat 50 gedeeld door 4 is 12,5 en 1 plus 4
1% plus 4% is 5% afwijking. Dan hebben we nog een laatste standaard basisbewerking. En dat zijn machten. En ik schrijf hem heel even hier ook op. Machten. En bij machten, stel ik heb, en ik ga nu even in één kleurtje blijven werken, anders dan word ik helemaal gestoord van het, twee kleuren. Nee, ik ga gewoon in twee kleuren blijven werken. Stel ik heb 2 plus minus 10% in het kwadraat, dan kan ik dat ook opschrijven als, dat is dus 2 plus minus 10% keer 2 plus minus 10%. Oftewel, dat is gewoon weer volgens de rekenregels van vermenigvuldigen 4 plus minus 20%. Of, en dan wordt het ingewikkelder, stel ik heb 5 plus minus 8% tot de vierde. Dat kan ik gaan schrijven als 5 keer 5 keer 5 keer 5, want 5 tot de vierde is gewoon een vermenigvuldiging. Plus minus 8 plus 8 plus 8 plus 8 procent. En daarbij hebben we eigenlijk onze laatste rekenregel. Bij machten is het eigenlijk de standaardregel om de procentuele fout te vermenigvuldigen. Als ik nou de procentuele fout vermenigvuldig, dan kan ik zeggen, 8 plus 8 plus 8 plus 8 is hetzelfde als 4 keer 8. Dus ik vermenigvuldig het met de macht die ik heb en ik weet precies de fout. Dit werkt overigens ook voor gebroken machten. En dit werkt ook voor niet gehele getallen. Zoals ik zeg, de wortel van 20 plus minus 9%, dan is het antwoord wortel 20 plus minus, wortel 9%, 9% tot de macht een half. Dus ik kan ook zeggen een half keer 9. Dus bij een wortel halveer ik de fout. En daar word ik nog steeds niet helemaal blij van, maar de fout is wel kleiner. Dus, ander voorbeeld. Ik schrijf hem heel even. Heb ik nog ruimte op dit bord? Nee, dat heb ik niet. Voorbeeldje rekenregels. Wordt heel snel leeg. Want een wortel is toch ook wel een heel belangrijke, dus die wil ik jullie niet onthouden. Hop. Dus stel ik moet de wortel trekken van 16 plus minus 25%. En ik hou van procentuele fouten. Absolute fouten, die raad ik af om mee te werken. Dat werkt meestal niet lekker. Behalve bij optellen aftrekken. Dus dat is de wortel van 16 plus of min
En we weten allemaal dat hier eigenlijk stond 16 plus of min 25% tot de macht half plus of min half keer 25%. Dus dat is hetzelfde als 4 plus minus 12,5%. Goed, ik ben Jan Willem van forbetter.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt. Kijk ook eens naar andere filmpjes op www.forbetter.nl/wiki. En bedankt voor het kijken.